Dit is In Gesprek Met en vandaag voor de laatste keer in de huidige studio, mijn gast Gert-Jan Puin. Welkom. Dankjewel, jij ook. Gert-Jan. Dat is altijd net. Ja, dat klopt. Ja. Ja, heel goed. Gert-Jan, vertel eens even wie je bent en waar je vandaan komt. Ja, ik ben Gert-Jan Puin. Kom uit Den Bosch. Geboren? Geboren en getogen, Bosschenaar. Gezellig, vrouw, drie kinderen. Bijna allemaal het huis uit, dus tijd over. Bijna allemaal het huis uit al. Okay. Dus tijd over. En toen dacht je, dan ga ik fietsen. Fietsen, dan moet ik er echt bij zeggen. Dat begint al heel vroeg, een jaar of zeven was ik. Okay. Toen ben ik begonnen met fietsen, altijd onder licentie. Dus keurig mijn wedstrijden gereden. Okay. Ja, ik heb me eigenlijk aardig leuk bezig gehouden met die hobby. En uiteindelijk. Mijn 28e gestopt met de wedstrijden. Leuke dingen gedaan. Altijd wel blijven fietsen. 2000 ben ik op de Mont Ventoux terechtgekomen. Zoals ik eigenlijk wel vaker deed. En de Mont Ventoux niet meer opgekomen. Toen dacht ik van, verdomd, dat gaat iets niet goed, weet je wel. Bleek zelf een spierziekte onder de leden te hebben. Oh, ja. En dat is tevens de aanleiding geweest waarom dat we misschien hier nu al zitten. Want toen kwam voor mij ook het eerste linkje met ALS in beeld. Maar wat voor spierziekte had je? Ik zelf heb NA. Dat is, heb je? Ja, heb ik. Ja, dat gaat ook niet weg. Dat is ook zeer zeldzaam. Wat er gebeurt, af en toe kortsluiting in het zenuwstelsel. En dan vallen er wat delen uit. Dus ze kunnen even tijdelijk de tanden niet poetsen, hoe haren niet komen. Dat soort dingen. Ja, lastig. Ja, maar hartstikke lastig. Maar ik kan erom lachen. Dus bij ALS weer net even anders. Ja. En NA staat voor? Dat is neurologische amyotrofie. Oké. Ja. En wanneer heb je dat, in 2000 zeg jij? Ja, officieel heb ik diagnose uiteindelijk, want ook dat was dan een onbekend fenomeen, in 2003 gekregen. Vanaf die tijd ook eigenlijk een beetje buiten het arbeidsproces gekomen en geknokt voor mezelf om alle dingen die je dan niet kunt weg te zetten. Te compenseren. Je begint een beetje te schoppen, want je kan de dingen niet meer doen zoals je altijd gedaan hebt. Uiteindelijk netjes op de rit gezet, dat moet ik erbij zeggen, door een jaartje het revalidatiecentrum. Dan dacht ik van, dan word ik beter, ben hem al, dan leren ze jou precies hoe dat je... Met je beperkingen omgaan. Juist. Als die acceptatie er helemaal is, dan wordt het leven weer een stuk makkelijker. En dat is me gelukt. Maar even terug, hè? Want je was fanatiek sporter. Ja. Je hebt, wat deed je in het dagelijks leven toen, zonder namen te noemen? Dagelijks leven zonder namen te noemen was ik op dat moment Arbo-coördinator projectleider. Oké. Okay. Bij een timmerbouwbedrijf. Bouwbedrijf. Ja. Oké. Okay. Ja. Bizar dan dat je dan uiteindelijk zelf... Ja, blijkbaar. Dat is ook weer zo'n ziekte, net als ALS trouwens, die je zomaar kan overkomen. Dus geen voortekens. Je gaat s'avonds te bed, s'morgens sta je op en alles is mis. En wat er maar mis kan zijn. En dan, dan is het afwachten. Hoe reageerden mensen thuis daarop toen? Ja, dat was wel een... Eerst denk je van, dat gaat heel snel voorbij. Dan weet je dat het heel lang gaat duren, want er komt geen eind aan. Dan ben je al een jaar verder en dan heb je meerdere malen uitvalverschijnselen gekregen. Echt in je zenuwstelsel, dus dat je werkelijk je tanden niet kan poetsen en jaren kan komen. En dat je kinderen van een jaar of 15 jaar de boterhammen zitten te voeren, dat wordt allemaal serieus. En dan, daar wil je vanaf, daar moet je iets mee. Daar moet je maar, dus vooral een plek geven, want het herstelt. Want je zegt, hè, daar kun je tegen knokken, overigens ALS, daar kun je niet echt tegen knokken. Nee, nee. Zullen we daar nog even op komen, maar ik probeer me dan een voorstelling te maken, hoe ga je dan knokken daartegen? Want Het is voornamelijk knokken. Knokken is eigenlijk meer in de zin van hoe ga je om met je eigen gebreken. Okay. Dat is eigenlijk hetgene waar je tegen knokt. Ik bedoel, dat valt bij ons te doen. Er valt een handvat te vinden om ermee om te gaan en toch weer verder te stappen in het dagelijks leven. Dat is het grote verschil met iemand die ALS heeft. Ja, die weet op voorhand, als de diagnose gesteld wordt, dan mag de persoon in kwestie nog 3 tot 5 jaar, dat is de gemiddelde levensverwachting, leven. En er is geen moment om te knokken. Er is niks om te zeggen van, we zetten de schouders eronder, we gaan ervoor. En ik heb nog 9, ik heb nog 10% kans om dit wel te overleven. Er is 0% kans om het te overleven. Recentelijk is het in Nederland echt serieus bekend geworden
door Fernando Rixen, die bij De Wereld Draait Door. Ja, dat is in ieder geval wel een hele goede opstap. Hè, want dat zie je dan toch, een bekende Nederlander maakt dan in één keer dat het grote publiek op een andere manier bereikt wordt. Terwijl ALS Nederland eigenlijk de afgelopen 2 jaar enorm hard achter de schermen gewerkt heeft. Denk dan bijvoorbeeld aan de campagne Als je dit leest, ben ik er niet meer. Op de billboards, op tv. Daar is een documentaire ook over geweest. Ja, voor die tijd was de naamsbekendheid van ALS nihil. Nihil, ja, echt heel laag. Vanwaar dat jij vanuit jouw NA-achtergrond, vanwaar dat ALS bij jou in beeld is? Ja, dan komt ALS in beeld op het moment dat ik die jaren heb geknokt tegen mezelf om weer een beetje positief bezig te zijn. Dan komt ook het sportieve tintje weer terug. En op het moment dat ik dan weer sportief een beetje op de rit stond, dacht ik van, ik ga fietsen voor het goede doel. 24 jaar geleden, mijn moeder ooit gestorven aan kanker. Dus ik ga fietsen voor het goede doel. En dan is er dan maar één ding te bedenken. Ik ga meedoen aan de Alp. Op het moment dat ik dat bedacht heb, en ik heb eigenlijk 5 of 6 mensen die dat met mij samen willen doen, krijgt mijn schoonvader ALS. Oh, zo. Oké. Die kan van de ene dag op de andere eigenlijk niet meer praten. Dat is dan een hele aparte vorm, een hele agressieve vorm van ALS. Dat noemen ze de bulbaire vorm. Je stem valt weg. Er valt gewoon, je gaat eigenlijk alsof je een dronken man bent en de woorden uit wil spreken. En er komt niks uit. Het gaat allemaal niet meer lukken. En toen dacht ik van ALS, nooit van gehoord. Nee. Wat is dat dan? Mij eigen daarin verdiept. En toen ik dat eigenlijk allemaal wist en ik zag het proces gaande bij mijn schoonvader, had ik eigenlijk zoiets van, aan de andere kant, Alp de Zes, hartstikke prachtig initiatief, want er worden miljoenen binnengehaald. Ik wil me eigenlijk wel in gaan zetten en mijn steentje bijdragen aan ALS, die miljoenen eigenlijk nodig heeft. Ja, ja. Nou, zo ben ik eigenlijk bij ALS gekomen. En bij jouw schoonvader, hoe lang is dat geleden? Die heeft in 2011 de diagnose gekregen. En is in maart 2012 overleden. Oh. Dus die heeft 1 jaar en een paar weken geleefd. Tje, niet te geloven. Dat is het verschil met een bulbaire vorm. Die gaat over het algemeen wat sneller als... Maar nu je het zegt, inderdaad, die billboard campagne was super indrukwekkend natuurlijk. Ja, absoluut. Een documentaire nog over geweest. Ja. En dan zijn dat van die kippenvel momentjes. En op het moment kan ik me zo voorstellen. Normaal is het ver van je bedshow. Maar als het zo heel dichtbij komt zoals het bij jullie is geweest, dan zie je hoe mensonterend eigenlijk die ziekte is. Dus gewoon, dat is eigenlijk niet, vreemd om dit te zeggen, maar als je een huisdier zou hebben die dat overkomt, laat je hem absoluut gaan. En zo'n daggevoel. Dat is gewoon mensonterend. Dus mee dat ik eigenlijk die gedachte had uitgesproken om voor de goede doel aan de gang te gaan, moest ik iets voor doen. En ik wist niet wat er was. Bij ALS Nederland op de site gezocht, gekeken welke initiatieven hebben we nou. Hele leuke initiatieven, ook op de fiets, maar meer met de pakdrager en de kleine achterop. Hartstikke mooi, maar daar was ik niet naar op zoek. Nee, jij wilde uitdaging. Ik wilde de uitdaging ook hebben. Ja. En toen is het de Mont Ventoux geworden. Ja, die Mont Ventoux die lag voor mij eigenlijk heel simpel al op een presenteerbordje. Puur en alleen omdat ik ben daar gesneuveld in 2000. Oh ja, tuurlijk. Dus met andere woorden, mijn eerste uitdaging was ook een randje voor mijn persoonlijk doel. Ja. Die moest weer kunnen. Dat wist ik zeker. Hoe was dat? Ja, dat geeft wel een bepaalde euforie dat dat dan toch weer kan. Het zij je dan wel de makkelijkste kant neemt. Maar dan nog. Ik beperk me eigenlijk in mijn inspanning. Ik kom er al een mooie brug niet eens op, man. Jawel, dat gaat jou lukken. Die uitdaging aan het eind ga ik jou uitdagen. En dan, dat komt goed. Dat komt goed. Maar goed, Mont Ventoux. Jij bent met dit project dan ook echt begonnen. Ja. Wanneer was de eerste keer dat jij, zeg maar, met hoeveel mensen... Wij zijn in juni 2012 zijn wij met 70 mensen uiteindelijk hebben wij de Mont Ventoux beklommen. 70 mensen, joh? 70 mensen, ja. We zijn in 2011 december een stichting geworden. Met vrienden, ook een bevriende notaris gevonden, alles gesponsord, alles klaar. En in maart kregen wij een website. Toen hadden wij nog 16 deelnemers, die vrienden.
jij, wij gaan allemaal mee. En de website ging open en toen bleek er in Nederland bleken er een aantal clubjes, aantal groepjes mensen te zitten die eigenlijk gelijksoortige initiatieven in gedachten hadden, maar het niet uitgevoerd hadden. En die zijn allemaal aangesloten. Hebben we 70 mensen op die manier gemaakt, konden 110.000 euro ophalen. Dat was een geweldig fenomeen. Dat was gewoon, ja, dat is perfect. 2012 geweest. 2012, ja. Maar dat gaf gelijk dan wel de jus om voor 2013 iets prachtigs neer te zetten en dit niet meer los te laten. Dus alles doorgevoerd. September 2012 gelijk de site weer geopend voor de inschrijvingen. En uiteindelijk in juni, afgelopen juni eigenlijk dan, 2013, met 600 mensen werk klonk. Dus we explosieve groei doorgemaakt. En dat was net voor de Tour. Ja, was net voor de Tour. Ja, ja. Ongeveer een kleine 1,4 miljoen opgehaald. Dat is niet te geloven. Ja, dat is net even anders. Ja. Net even een beetje meer. Ja. Even voor de wielerfans, hè, die kennen de Mont Ventoux natuurlijk, maar de Mont Ventoux is een verschrikkelijke berg om tegenaan te fietsen. Ja. Het beeld van Simpson 67? Kom je ook tegen. 1967 is het geweest, denk ik. Jij zegt het. Maar. Ja. Nou, volgens mij 67, dat die Simpson daar overleed, hè, ja. Tijdens de Tour. Ja, dat is denk ik echt 67. Maar goed. Ongetwijfeld, als dit wordt uitgezonden en ik heb het verkeerd, dan zal ik dat weer te horen krijgen. Maar volgens mij was het 67. Een verschrikkelijke berg. Met name, zeg maar, een tussenstukje waarin je 18% tegenkomt. Nou, ja, die kom je niet tegen, maar die voel je wel als zodanig. Ja. Kijk, wat wij doen is, alle deelnemers die meegaan, die geven wij meerdere uitdagingen mee. Heel simpel, omdat wij eigenlijk een zo breed mogelijk publiek mee willen nemen naar de Mont Ventoux en hun uitdaging daar neer te leggen. Je kunt als deelnemer één keer klimmen en dan ga je vanaf de makkelijkste kant, dan noemen ze de watjeskant, is nog steeds een hele bult. Ja, ja. En zul je 26 kilometer moeten klimmen met een gemiddeld percentage van 7,5%. Het laatste stukje van de top, of vanaf het plateau tot aan de top, dat zijn de laatste 6 kilometer, is dan ja, het allerzwaarst. Ja. Als je vanuit Bédouin klimt, dan doe je de kans van de Tour. Sommige zwarte stukjes. Is zeg maar 21, 22 kilometer. Op het moment dat je het bos ingaat, begint die met 10% en die eindigt pas 12 kilometer verderop. En dan kom je bij de top en dan mag je dat laatste zware stukje ook nog even. Als je dan nog over de top heen zou wippen, dan kom je ook nog aan de noordkant terecht in Malassène. En vanuit Malassène is het ongeveer ook weer 22, 23 kilometer. En daar zit een stuk tussen van 14%, 15%. Maar alles bij elkaar zijn er dus van die maloten, zo noemen wij ze dan ook. Die doen die op een dag alle drie even. Dan hebben ze 140 kilometer in de benen. Hebben ze een ruime 70, 75 kilometer geklommen. En hebben ze ongeveer 10 uur op het fietsje gezeten. Maar ik zit zojuist af te vragen, als er nou zoveel mensen zijn die het leuk vinden om de Mont Ventoux te beklimmen, hè, en zeker voor de stichting, Tour du ALS. Maar dan zou je haast gaan denken, kun je er niet nog iets in het voorseizoen organiseren met die klassiekers of zo? Ja, je kunt het heel breed brengen, hè. Dat is ook de gekozen naam die we hebben, Tour. Ja. Dus we kunnen met onze Tour eigenlijk alle kanten heen swingen. Maar de Mont Ventoux is toch wel een soort aantrekkingskracht, dus een soort magneet waar mensen naartoe willen. En als mensen niet gerelateerd zijn aan ALS, want dat is een van de kleine dingen die natuurlijk bij kanker, is het gewoon één op één. Jij kent iemand met kanker, jij kent er 10 met kanker. Ja. Maar je kent niemand direct in je omgeving met ALS. Nee. Dus 1 op de 45.000 mensen kent iemand met ALS en 1 op 1 kent iemand met kanker. Ja. En dat is het grote verschil. Dus waarom dat je het doet, hè, dus die directe verbondenheid met die ziekte, die halen wij bij de patiënten. Dus wij zijn ook wel net even anders. Ja. Wij doen het voor en met patiënten. Dit jaar gaan er, eerste editie is er 1 patiënt meegegaan op een tandem. Ondersteund door Leo Pelen, oud Olympisch kampioen, volgens mij 1980, baanwielrennen. Tweede editie hadden wij al 6 patiënten. Jo. En inmiddels staat de tel op 12 patiënten. Okay.
Rondom die patiënten formeer je allemaal teams. Dus daar gaat heel veel familie, vrienden en kennissen mee. Ja. Bedrijven die dan weer meegaan, want die mensen die werken ergens. Nou, en zo kom je aan je deelnemersaantallen. En enthousiastelingen die eigenlijk heel simpelweg gaan zoeken van... Ik wil dit jaar de uitdaging Mont Ventoux. En ik kijk op Mont Ventoux, wat is er allemaal op die berg te doen? Verdorie, is dat ook een mooi goed doel bij? Precies. Daar lijkt me wel iets. Ja. Daar ga ik ook aan meedoen. Nou ja, dan is heel simpel. We hebben een doelstelling, we hebben een missie. Er zijn gemiddeld 1500 patiënten per jaar in Nederland. Elk jaar gaan er 1500, ja? 500 dood. God. En dan komen er weer 500 bij. Dat is het proces wat al jaren zo loopt. Wij zoeken voor al die patiënten een deelnemer. Dus wij zoeken 1500 deelnemers. En die brengen allemaal 1500 euro met zich mee. 1500, 1500, 1500. Het kan niet makkelijker worden. Ja. En ja, ik daag eigenlijk iedereen uit om dat te gaan doen. A is het doel perfect. En ja, B is absoluut de uitdaging. En juist deze ziekte heeft gewoon echt heel veel geld nodig. Heel veel geld, heel veel aandacht. Om in ieder geval, ja, laten we hopen in de toekomst dat daar een keer iets voor wordt gedaan. Ja. Hè? Er is een geweldig project gestart. Het is het Miné-project. Dat is ook door twee ALS-patiënten opgezet. Wat ze daar doen is wereldwijd 15.000 profielen van patiënten en niet-patiënten vergelijken met elkaar en zoeken de verschillen. En dat is heel duur. Dat kost miljoenen. En daar proberen wij een steentje aan bij te dragen. Ja. Ik bedoel, het is heel simpel. Daar gaat niet alles naartoe, want we willen ook de patiënt van nu iets bieden. Bijvoorbeeld de Wereld ALS Dag, wat elk jaar weer door Stichting ALS Nederland georganiseerd wordt. Daar vinden wij ook, daar moeten wij ook geld naartoe stoppen. Tuurlijk, zodat daar een fantastische dag wordt en even geen patiënt zijn. Ja. En glimlach op het gezicht. Ja, zo zijn er meerdere projecten die wij gewoon kiezen, want daar is waar ons geld naartoe gaat. Is gaat naar ALS Nederland. Wij selecteren de projecten die hun ons aanbieden en die dus getoetst zijn door hun commissies als zijnde van dat is waterdicht. Nou, en dan daar zetten wij ons geld op in. Nou, hartstikke goed, Gert-Jan. Super veel succes voor 2014, hè, voor de beklimming, met de stichting natuurlijk. Er is ongetwijfeld een website waar mensen nog meer informatie kunnen vinden en die is... Ja, dat wou ik net zeggen. Ik wilde hem al gaan benoemen. Maar op www.tourduals.nl daar kun je alle ins en outs vinden. Pak je uitdaging, zou ik zeggen. 2014, we zitten nog net in januari. Pak het goede voornemen bij de hand en schrijf je eigen in, schroom niet. En ik zie je op 30 mei 2014 op de top van de berg. Nou, een prachtige afsluiting. En hartelijk dank, Gert-Jan, voor de dank komst. Wel. Heel veel succes nogmaals. Ja. En de ambassadeur is Servaas Knaven, de oud-winnaar van de Parijs-Roubaix. Niet dus, de minste, dus die gaat mee. En die gaat mee. Dus dat dan krijg je ook nog een beetje fietsles ook van een groot kampioen. Superbelangrijke stichting. Nogmaals, bezoek even de website en kijk eens wat voor informatie dat je daar kunt vinden. En wellicht bent u een hele belangrijke speler voor de stichting ALS. Ik dank u hartelijk voor het kijken naar In Gesprek Met. Een bijzonder moment. Gert-Jan, want dit is de allerlaatste opname in onze oude studio. We vertrekken naar het Media Leerpark op de Onderwijsboulevard. Prachtige mooie studio. We kunnen niet wachten om er naartoe te gaan. Er is zelfs ruimte bij voor het publiek. Er is een mooie schouwburg, of liever gezegd een theatertje. Er is een evenementenplein. Kortom, we kunnen heel veel dingen dadelijk doen. Ik ga dadelijk spreekwoordelijk de laatste lampjes hier uitdraaien. En volgende week zie ik u terug met een opname van de nieuwe studio. Tot dan en bedankt voor het kijken. Dag.